Thomas Oudekot, we staan hier deze week met een heel ander gevoel na afloop van de wedstrijd dan vorige week. Ja, na vorige week telde er maar één ding en dat was winnen. Dus daarom ben ik ook blij dat we vandaag met 3-1 hebben kunnen winnen. Ja, laten we het dan eerst eens even hebben over die corner vlak voor tijd. Was die ingestudeerd? Nee, die was eigenlijk niet ingestuurd. We hadden heel veel corners, maar weinig succes. En toen zag ik dat er geen mensen op de 16 hadden. Dus toen zeiden we soort van leg hem op de 16. Toevallig zei ik tegen RV stap over en toen kwam ik helemaal vrij. En toen vloog hij er mooi in. Ja, en dan heb je zomaar 2 goals na 3 wedstrijden. Ja, ik mag niet klagen, nee, zelf. En hoe kijk je terug op deze wedstrijd als geheel? Hele zware eerste helft, heel veel lange ballen van hun waar we toch wel moeilijk mee hadden. Ook wel wat kansen weggegeven. Goal ook tegen vanuit een lange counter vanuit de keeper, dat is toch iets waar we aan moeten werken. Wat ik wel goed vind is dat we in de tweede helft controle pakken. Weliswaar niet in goals, maar wel in de manier waarop we spelen. We hebben rust aan de bal, we pakken tweede ballen, we zijn veel meer in balbezit. En daardoor, de 3-1 was helemaal, zeg maar, dan was de druk eraf. Maar ik had de tweede helft niet meer het gevoel van dit gaan we nog weggeven. Nee, dan word je eigenlijk gesteund door die 2 goals vlak voor rust, die gewoon wel op een heel lekker moment vallen. Ja, volgens mij was dat binnen een paar minuten, kom je dan toch voor. En dat was dan toch wel een soort van, voor ons een beetje dat de druk eraf ging. En dan konden we gewoon vrij gaan spelen in de tweede helft. Ja, en had je dit als ploeg ook een beetje nodig, deze overwinning? Ja, tuurlijk. Na vorige week heb je altijd een overwinning nodig. En de eerste helft hadden we het zwaar. En daarom ben ik blij voor onze ploeg dat we op deze manier de tweede helft hebben geëindigd. En dat nemen we weer mee naar volgende week. Ja, nu even een weekje vrij en dan op dinsdag weer verder. Ja, dinsdag. Inderdaad. Dankjewel. Goed.